Ferry Weertman heeft zich woensdag bij de Ekkortenband zwemmen in Kopenhagen geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. De Estavette mannen bereikten op de 4x50 meter vrije slag eveneens de eindstrijd. Weertman, 25, Olympisch en wereldkampioen op de 10 kilometer open water, tikte op de 400 vrij aan in 3,41,54. Die tijd was goed voor de vierde plek in zijn halve finale en de zesde plaats overal, waardoor hij later woensdag in de eindstrijd staat. De Estavette ploeg. Bestaande uit Jesse Puts, Tom de Boer, Niels Korstanje en Kiel Stolk, noteerde in de halve finales de tweede tijd. In 1,25,40 kwalificeerde ze zich voor de finale, die eveneens later woensdag wordt gehouden. Jury Verlinden staat in de halve finales van de 100 vlinder. De 29-jarige Nederlander kwam in zijn serie tot een tijd van exact 51 seconden. Goed voor de twaalfde plaats, Mati Schozen zwom 52,10 en strandde met de 29ste tijd overal. Verlinden werd in oktober toch opgenomen in de Nederlandse selectie voor de e baan. Hoewel hij geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie, volgens hoofdcoach Marcel Wouter voldeed hij niet aan de prestatiecriteria. In Kopenhagen tikte de 22-jarige Arno Kaminga in de serie van de 50 schoolen in een tijd van 26,51. Hij werd daarmee in totaal negende en mag dus ook uitkomen in de halve finales. Timo Evenhuis redde het niet in een zwim vrouwen ook bij de vrouwen was er Nederlands succes, zowel de 23-jarige Kira Toussaint, in een tijd van 57,41. Als de twee jaar jongere Maaike de Waard, 58,07, kwalificeerde zich op de 100 meter rugslag voor de halve finales. Kim Busch en Valerie van Roon namen deel aan de series van de 50 meter schoolslag, maar werden met respectievelijk de 26 e en 43ste tijd, 31,05 en 31,85, uitgeschakeld. Rano Micromoedjojo maakt donderdag voor het eerst haar opwachting. De Eckkorteban in Denemarken duren tot en met zondag.